Catch 'em all. Hey beste mensen en geweldig dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op dit kanaal van It's Me Ronnie 2.0. Ja, en wat gaan wij precies vandaag openen in deze video? Nou, dat is aan jullie de keuze eigenlijk. Of nou ja, deze box zat natuurlijk helemaal vol met booster packs. En ik denk dat ik gewoon een 2, 3... Ik ga er gewoon 4 booster packs uitplukken. Gewoon random. Ik ga ze niet. Ik pak deze. Ik pak deze hierboven. Nou, dan gaan we voor deze. En we gaan voor de onderste booster pack. Kom ik daarbij? Ja, daar kom ik bij. Deze. Ik ga gewoon deze 4 ga ik doen. En kijken of het een beetje geluk gaat brengen. Wij gaan dus deze 4 booster packs openen in deze video. En ja, we gaan kijken of deze video geluk gaat brengen. Of het een mooie video gaat worden of het goede pakjes zijn. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik ga even de karton eraf halen. En ja, dat dus. En kijken welke pakjes er echt in zitten. Zoals jullie nu kunnen zien heb ik de karton eraf gehaald. En ja, het zijn gewoon 4 verschillende pakjes. Heel apart is dat. Het is gewoon, ja, een gokje. Laten we gewoon lekker beginnen met het eerste pakje. En deze video niet te lang maken. Ik ga lekker beginnen met het eerste pakje openen. En we gaan kijken of hier goede kaarten in zitten. Ik ben hier heel benieuwd naar. Uiteraard krijgen wij natuurlijk eerst de codekaart. En dan gaan we even terug doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan gaan we kijken of wij hele goede kaarten hebben in het eerste pakje. We krijgen als eerste Lillipup. We gaan een Dratini krijgen, die heb ik al. We hebben een Wingull. We hebben een Stuffle. We krijgen een Zubat. We hebben een Arachnidid of zo. Ik kan die naam niet uitspreken, ik weet het niet. Dan hebben we een Professor Kukui. Trainer kaart trouwens. Dan hebben we een Golbat. Dan hebben we de energy kaart. En dan de laatste kaart. Voelt de kaart anders? Niet specifiek. Deze voelt wel iets anders aan. Dus we gaan kijken wat dit is. Het is een Butterfree. Alweer. Die Butterfree's ben ik ondertussen wel een beetje zat aan het worden. Maar dat doet toch helemaal niet toe. Laatste kaart. Misschien brengt het al weer wat meer geluk. Het is een een Masquerain. Oké. Nou ja. Niet echt blij mee. Dus die komt weer lekker bij mijn relstapel. Want die heb ik al. Ik vond het een matig pakje dit. Niet tevreden. Nee. Ik vind het ook niet leuk dat ik weer een Masquerain heb en een Butterfree. Blah. Door naar het volgende pakje. We gaan kijken wat hierin gaat zitten. Ik heb zoals gewoonlijk heb ik weer de codekaart. Die leg ik hier neer. En dan gaan we 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan gaan we kijken of wij een goede kaart gaan krijgen. Nu wel. We krijgen een Picky Pack. We hebben een Sandeel. We krijgen een Snubbel. We hebben een Pharaoh. We krijgen een Grubbin. We hebben een Hypno. We hebben een Big Malasada training card. We hebben een Steenee. We krijgen een energy kaart, vuur. Laatste kaart. Voelt de kaart anders? Deze voelt iets anders aan. We gaan kijken wat het is. Het is een Bellozant. Oké, nou ja. Volgende laatste kaart. Het is een Spinda. Deze kaarten zijn op zich wel oké. In het online game spelletje zijn ze ook echt flink irritant. Ja. Als je het spelletje speelt, dan weet je wel wat ik bedoel. Maar ja, hier ben ik ook nog steeds niet echt tevreden mee met deze kaarten. Helaas. Nou ja, ik ben blij dat ik niet voor 2 pakjes heb gekozen, maar voor 4. Nou ja, laten we doorgaan naar de laatste 2 pakjes. Ik ga deze even openen en kijken en hopen dat de laatste 2 toch wat meer geluk brengen in deze video. Ik hoop het, we gaan ervoor. Oké, weet je wat ik weer afspreek? Als hier een goede kaart in zit, dan
krijgen jullie weer de codekaart. Deal? Oké, prima. Dan gaan we dat gewoon kijken en dan misschien werkt het wel, misschien werkt het weer niet. We gaan het zien. De codekaart wordt in ieder geval op jullie als hier een EX-kaart of wat dan ook in zit. Of een kaart die ik gaaf vind of wat dan ook. Ja? Oké, ik ga deze even openen. Ik leg de codekaart hier neer. Dus deze kan voor jullie worden. Als het een goed pakje is. Ik draai het even andersom. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ik ben hier heel benieuwd naar. Gaat het geluk brengen? We gaan het zien. Als eerste kaart krijgen we een Zubat. We hebben als tweede kaart een Shielder. We krijgen een Yungoos. We hebben een Paras. We krijgen een Caterpie. We hebben een Pinsir. We krijgen een Training Card Timerball. Dan krijgen we een Bellepiper. Dan hebben we de laatste kaart. Voelt de kaart anders? Deze kaart voelt iets heel anders aan. Dus we gaan het hopen. We krijgen nu een Energy Card uiteraard. Oké, ik ga lekker voor deze. Het is een Poliwet. Voor mij had ik deze al, maar oké. Ik vind hem niet echt oké. Nee, ik ben er nog niet echt tevreden bij. Laten we de laatste kaart checken. Is het een goede kaart? Het is een Pinsir. Wat moet je ervan zeggen? Waardeloos dus weer. Ook niet echt tevreden mee. Die kan ook wel weer op de stapel. Jongens en meisjes, dames en heren, dit is dan niet normaal. We hebben gewoon weer brutkaarten. Zoals gewoonlijk. Deze krijgen jullie dus ook niet. Ja, ik heb het gezegd. Er moet een goede kaart in zitten. Laatste pakje, laatste hoop. Ik ga weer hetzelfde doen. Als hier wat goed in zit, krijgen jullie de codekaart gewoon. Maar het is gewoon afwachten of hier wat in gaat zitten. Ik ga hem even openen in deze video. Ik ga hem gewoon nu even... Normaal knip ik het eruit. Uit de video's, maar dan weet ik zeker dat ik het ook niet lieg. Oké, deze kaart gaat dus naar jullie toe. En dan leg ik hier neer. We gaan kijken of dit toch wel geluk gaat brengen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Laten we hopen dat hier wel wat moois in zit. Als eerste kaart krijgen we een Yungoos. We krijgen een Surskit. We hebben een Wingull. We hebben een Popplio. We hebben een Growlithe. Wow. We krijgen een Alolan Raticate. We hebben een Wishiwashi. We krijgen een Energy Retrieval. Is dat zo te zien? Ja. Dan krijgen we een Energy Card uiteraard. De laatste kaarten van dit pakje. Dit is een Beware. Die leg ik hier wel neer dan. De laatste kaart, alle hoop gevestigd. Ik vond niks bijzonders, dus ik denk dat er weinig hoop is. Dit is een Alolan Persian. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Ik vond het een slechte pack opening. Deze video. Oké. Weet je wat we doen? We maken er nog één open. Vooruit. We maken gewoon nog één laatste pakje open. Omdat ik gewoon het goed wil hebben en goed wil eindigen. We gaan kijken of dit toch wat geluk gaat brengen. Ik laat de kaars langs even lekker liggen. Ik ga deze gewoon live openen in deze video. Ik ga deze gewoon openen en kijken of dit toch een beetje geluk gaat brengen. Ik ben heel benieuwd. En kijken of hier wel wat goed in gaat zitten. Ik denk het niet. Ik heb er weinig hoop op. Omdat het is toch een prut video. Niks goed gehad. 3, 4, 5, 6. En laten we gaan kijken of dit nog een beetje hoop gaat vestigen. We krijgen een Paras. Die leg ik hier wel bovenop neer. We krijgen een Caterpie. We hebben een Makuhita.
Wil jij een Chinchou? We hebben een Togedemaru. We hebben een Wishiwashi. We hebben een Hou. We hebben een Darkwix. De Energy Card. De laatste kaarten krijgen we toch wat beters. Krijgen we wat moois. Dit is een... ja, oké. Okay. Een Destu... ja. Oké, ik kan het niet uitspreken. Deze kaart, ja, het is een best wel oké kaart. Hij is ook best wel sterk trouwens. Ik denk dat ik... ja. Weet je? Vooruit. Deze is gewoon voor jullie. Oh, 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 oh. Deze code wordt gewoon voor jullie nu. Ja, gebruik van gemaakt. Oké dan. Dan is deze code nu weg. Dus die code was voor jullie. Laatste kaart van het pakje, want die hebben we ook natuurlijk nog. En als dit nog mooi is, geef ik nog een code weg. Het is een... Parasect. Nou. Oké. Ik ben nog niet echt tevreden van de video, maar... Oké, vooruit. Vond je deze video toch een beetje leuk? Laat even zeker een reactie achter hier beneden. Hier dus beneden. En druk zeker altijd het duimpje omhoog. Dat zal me ook heel erg helpen. En ben je nog niet geabonneerd? En wil jij wil je de reis meelopen? Naar alle video's af. Druk dan zeker even op het abonneer knopje. Dat grote knopje hier onderaan. En dan mis jij geen enkele video van de hele reis niet. Ja, het is gewoon zo simpel. En als jij de eerste wil zijn die dus voortaan mijn video wil checken. Moet je zeker even op het belletje drukken. Dan mis jij ook... ja, dan weet je gewoon altijd dat er meteen een video online staat van mij. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. Ik ga mijn reis verder vervolgen. En zoals ik altijd zeg, adios.